iedereen, welkom weer terug op ons kanaal. En zoals je vast wel aan de titel kan zien, heb ik vandaag weer een AliExpress telefoon, gadgets, review, video, shoplog, wat dan ook, hoe je het wil noemen. De vorige video die we hebben gemaakt is heel erg goed bekeken. Super bedankt voor het kijken en ik vond het ook heel erg leuk om te zien dat jullie daar ook in geïnteresseerd zijn. Mocht je de video gemist hebben, ik zal hem eventjes in het i'tje linken, dan kan je daar ook nog eventjes naar kijken. En in deze video heb ik dus weer een paar nieuwe gadgets en we gaan samen uitproberen of het een beetje werkt, want ik heb ze nog niet echt uitgeprobeerd op één dingetje na. Maar ik heb hier al de pakketjes liggen, dus ben je ook benieuwd naar? Blijf dan vooral kijken. Nou, ik begin gelijk met het item dat ik al wel heb uitgeprobeerd en dat is dit. Het is eigenlijk een stuk metaal zoals je misschien wel kan zien. En het is een houder waar je dus je telefoon in kan leggen of zetten. En dat vind ik wel heel erg fijn omdat ik zelf eigenlijk dagelijks gewoon achter de laptop zit. En op deze manier kan ik gewoon mijn telefoon wat beter in beeld hebben eigenlijk. Dus ik zet hem gewoon netjes neer. Er gaan geen boeken bijvoorbeeld per ongeluk overheen of papier of wat dan ook en dat ik hem weer kwijtraak. We gaan eventjes naar mijn eettafel lopen, want daar heb ik momenteel mijn laptop staan. En ik heb hier de telefoon in de houder neergezet. Zoals je kan zien zit die telefoon best wel rechtop, dus je kan er ook echt heel makkelijk naar kijken. Het is een beetje op dezelfde hoogte als van je laptop. En het staat gewoon heel erg netjes en opgeruimd, vind ik zelf. En als je gewoon zeg maar hier lekker aan het tikken bent, dan klik je hem gewoon eigenlijk heel erg makkelijk even aan. Ik ga even checken of je berichtjes hebt of wat dan ook. Dus ik ben heel erg blij mee. Hij voelde ik echt lekker stevig en hij staat er gewoon heel erg netjes in. Misschien een gadget waarvan je denkt, heb ik dat nodig? Maar ik kan je wel vertellen dat het wel heel erg nice is als je gewoon zeg maar vaak achter de computer zit en ook graag je telefoon erbij gebruikt. En wat trouwens ook heel erg fijn is, is de onderkant, die heeft hier een uitsparing. Dus ben je zeg maar aan het opladen je telefoon, dan kan je alsnog dit hoesje gebruiken en dan zit dit niet, of dit hoesje, dan zit dit standaardje zet niet in de weg van je kabeltje. Dus dat is wel heel erg fijn om te weten. En een leuke extra. Ik ben er wel blij mee en ik geef dit denk ik wel een duim omhoog. Ik zal trouwens van alle items die ik in deze video laat zien de linkjes in de beschrijving zetten. Dus dan kan je daarop kijken als je er ook eentje wil gaan shoppen. Of misschien alles, wie weet. Dus check zeker eventjes de beschrijving. Ga ik verder met de pakketjes die nog ingepakt zitten. Ik kwam best wel mooi verpakt trouwens in zo'n plastic zakje met zo'n ziplock aan de bovenkant. Ik vond het wel heel erg netjes. En dit is een hoesje die ik heb uitgekozen. Je hebt hem in verschillende kleuren, maar ik heb hem weer gekozen gewoon voor zwart, want die vond ik het mooiste. En het leuke aan dit hoesje is dat hij ten eerste best wel stevig is. En hij heeft een beetje zo'n leather look gekregen. Er zit op de achterkant een tasje met een rits. En ik vond dat wel heel erg leuk, want je kon er best wel wat spulletjes in kwijt. Je kan er misschien een pasje in kwijt. En ook nog wat andere dingetjes. Misschien wel een pijnstiller. Lipstick bijvoorbeeld. Dat soort dingetjes. Rommeltjes. Misschien zelfs wat muntgeld. Of gewone briefjesgeld. Leek mij wel heel erg leuk. En aan de bovenkant heb je ook nog een ringetje. Zodat je misschien aan een keycord kan hangen. Of een ketting. Of wat dan ook. Weet je, als je een keer gewoon je handen vrij wil hebben, maar je wilt wel je telefoon echt bij de hand hebben, dan is dat best wel grappig om daar aan te hangen, denk ik. Ik heb trouwens net ook ontdekt dat hij ook wel heel erg fijn is om te gebruiken als een soort van sling grip. En een sling grip is een soort van elastieke bandje aan de achterkant van je telefoon. Of zoals eigenlijk een popsocket ook, dat je vingers erachter kan steken. Met deze kan ik ook mijn vingers hier zo erachter slijden en dan hou ik hem gewoon zo vast. Waardoor je gewoon best wel veilig een selfie bijvoorbeeld kan maken of een foto van wat anders als je gewoon bang bent dat je telefoon laat vallen. Ik vind dat zelf wel echt super handig. Volgens mij is dat niet eens officieel waar je dit ding voor kan gebruiken. Maar ik zat gewoon eventjes zo een beetje te spelen. En ik dacht in één keer, wow, mijn vinger zit gewoon heel erg goed erachter vast. We gaan eventjes dit hoesje uitproberen. Ja. Hij zit zo om de telefoon heen. En wat wel heel erg fijn is dat hij de zijkantjes komen een klein beetje eroverheen. Dus als je hem zeg maar dus op het glas neerlegt, dan beschermt het plastic het glas. Dat vind ik altijd wel heel erg fijn en belangrijk. Dat is overigens niet zo aan de boven- en onderkant, want dat is gewoon helemaal open. Maar hij zit er wel echt stevig in. Ik ga nu even kijken wat er allemaal in dit zakje past. Ik heb hier bijvoorbeeld een fietssleutel. Dat is misschien wel heel erg handig om te kunnen bewaren. En die past er echt prima in. Kijk, dan is echt nog ruimte zat over. Dus ik heb hier ook een batterij. Geen idee waarom je een batterij zou meenemen, maar ik heb er toch even één. En die kan er ook echt gemakkelijk in. Ik heb zelfs echt nog flink wat ruimte over. Oh, ik heb hier trouwens best wel een wat dikkere lipstick. Zoals je kan zien is het echt best wel een groot vierkantje. Dus ik denk niet dat ik deze erbij krijg, omdat ik natuurlijk ook al een flinke batterij erin heb. Oké, ik ga even de batterij eruit halen. Zo. Nou, die zit erin. Even kijken of de ritje nog dicht kan. Yeah, oké. Het ziet er een beetje gek uit natuurlijk, maar deze lipstick is ook wel een beetje aan de grote kant. En ik ben ook heel erg benieuwd of er nou wel of niet een pasje in past. Zoals bijvoorbeeld je OV-pas of een pinpas. Ja,
Oké, het was eventjes wat gefrommel en wat dan ook. Maar hier zit mijn pasje in. En die past dus echt precies in dit vierkante gedeelte. En hij kan dicht. Ik geef dit hoesje in ieder geval een dikke duim omhoog. Omdat ik gewoon de looks er heel erg leuk uit vind zien. Hij ziet er niet super cheap uit. Terwijl dit wel nepleer is. Maar ik vind dat het gewoon er luxe uitziet. Dikke duim omhoog. Dan ga ik door naar de volgende gadget. En ook dat is weer een hoesje. Dit hoesje ben ik echt onwijs benieuwd naar. En je wilt niet weten hoe graag ik al deze video wilde opnemen. Zodat ik deze eindelijk een keer kan proberen. In eerste instantie lijkt het een heel erg simpel hoesje. Maar zoals je hier misschien wel op de achterkant kan zien, glimt hij een beetje. En dat komt omdat er nog een plastic laagje overheen zit. Dit hoesje zou je namelijk op verschillende ondergronden kunnen plakken. En dat je hoest en dus je telefoon blijft hangen. Het leek me namelijk heel erg leuk en handig om dit hoesje zeg maar op mijn raam te plakken. En dat ik gewoon vanaf het hoesje dus gewoon met vrije handen YouTube video's kan kijken wanneer ik aan het opmaken ben. Of dat ik gewoon iets aan het lezen ben. Maar ondertussen ben ik ook nog andere dingen aan het doen. Ik ben super benieuwd of het lukt. Ik ben heel erg benieuwd of mijn telefoon niet naar beneden dondert. Maar we gaan het nu even uitproberen. We zijn aangekomen in mijn slaapkamer. En ook waar ik mijn make-up doe. Dus vandaar een beetje de rommelige achtergrond. Sorry daarvoor. Ik heb ook nog een half kopje thee er staan. Maar wij gaan dit hoesje uitproberen dus. En oh my god. Ik heb gewoon het verkeerde hoesje. No. Moet je kijken. Toen ik hem uitpakte net dacht ik al. Wow, hij ziet er wat groter uit. Dit is mijn iPhone 6. En dit is het hoesje. Oh my god. Dit is echt de 6 plus of zo die ik heb gekregen. Dus ze hebben me gewoon de verkeerde opgestuurd. Maar ik ben dus wel heel erg benieuwd of dit ding überhaupt werkt. Dus ik ga toch even proberen voorzichtig om plastic eraf te halen. En dan gaan we maar gewoon eventjes hier op het raam plakken. Want dat is de plek waar ik hem voor zou willen gebruiken. En in deze spiegel doe ik altijd mijn make-up, want dan krijg ik heel mooi daglicht van voren. Het leek me dan heel erg leuk om het hoesje dus hierop te plakken, dus zo of zo. Maar ik denk dat dit het makkelijkste misschien is. En dan dat je hier bijvoorbeeld YouTube video's op kan bekijken. Dus, oh my god! What? Jongens, ik heb hem nog niet eens echt goed erop gedaan, maar hij zit al gewoon vast. Oké, als ik hier trek, want hier heb je natuurlijk het minste plaksel, dan kan je hem eraf halen. Het ziet er nog echt super netjes uit. En als je dit zo voelt, dan voelt het helemaal niet plakkerig. Dus dat is het mooie. Hij plakt een heel klein beetje als je zo doet. Maar je kan er gewoon makkelijk met je hand overheen. Maar hij blijft echt gewoon super goed zitten. Ik trek er echt gewoon goed aan nu. Nice. Dit is echt super cool, jongens. Dus als je een telefoon hebt die hierin past, ik ga dat nu eventjes niet doen met mijn telefoon. Want dan dondert hij gewoon gelijk eruit. En dan is mijn scherm waarschijnlijk gebroken. Dan kan je dus hier gewoon je telefoon inhangen. Video's op bekijken, weet ik veel, Instagrammen. Gewoon lekker terwijl je dus ook make-up misschien aan het doen bent of andere dingetjes. Dit is echt een topper. Blijft zo goed zitten. Wow. Oké, eindtel over deze. Ondanks dat ze mij de verkeerde hebben opgestuurd, want ik heb geen iPhone 6 Plus hoesje besteld, vind ik dit wel zeker een dikke duim omhoog en werkt hij ook echt gewoon onwijs goed. Ik had niet verwacht dat hij zo ontzettend strak op het raam zou zitten. En wat dat betreft is het zeker een super dikke goede winnaar. Dus mocht jij wel een iPhone 6 hebben, blijf dan zeker eventjes tot het einde van deze video kijken. Want ik ga zo meteen een winactie organiseren. Dus check die ook zeker even. Het volgende item is wat kleiner. Het is een klein microfoontje die je op kan spelden. Hierboven zit het microfoontje met een soort van schuimpje eromheen. En er zit ook een clipje aan waardoor je die bijvoorbeeld aan je hals kan klippen. Ja, die zit dus hier. Dat zijn van die microfoontjes, eigenlijk van die zendertjes die mensen gebruiken als je net wat betere audio wilt. En ik weet niet zeker of ik dit echt ga gebruiken voor onze video's die we gewoon bijvoorbeeld binnen opnemen. Want het staat wel gelijk een beetje tv te pro-achtig, vind ik zelf. Maar ik dacht misschien is het wel heel erg handig voor als ik een keer een video buiten ga opnemen. Buiten heb je altijd heel veel geluidsomgeving, geluiden. Dus ik dacht misschien is dat wel een keertje handig om uit te proberen. En deze stop je gewoon in de uitgang van je telefoon bijvoorbeeld. Al onze video's nemen we nu trouwens ook al op met de telefoon. Gewoon met de ingebouwde microfoon die erin zit. Dus ik ga zo meteen deze erin doen. En dan gebruiken we dit microfoontje. Dus ik ben heel erg benieuwd of de kwaliteit beter is. Dus de audio die je op dit moment hoort neem ik op via mijn telefoon die in een standaardje staat. Hier beneden. En ik ben nu heel eventjes de kabel aan het losmaken van dit microfoontje. Ik ga wel voor de mooiheid even hem gelijk het draadje helemaal wegwerken. Eigenlijk moet het microfoontje zeg maar naar je toe wijzen. Ik heb hem misschien niet perfect gedaan, want je ziet hem daar eigenlijk nog te erg zitten. Maar het microfoontje wijst soort van tegen naar me toe. En dan hoor je me nu als het goed is
via het microfoontje. Ik vraag me af in hoeverre jullie verschil horen. Ik zit een beetje te oefenen met wanneer ik wel niet iets aan het opnemen ben. Maar zo ziet het er nu uit. Het is in één keer rood in plaats van als je het via je telefoon opneemt. Dus zonder het snoertje, dan is het wit. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit zo meteen lukt. Maar ik moet even afwachten tijdens het editen of dit stuk werkt. Ja, ik ben benieuwd. Ik ga hem even stopzetten. Dus dan haal ik even het kabeltje eruit. En dan gaan we weer verder via de telefoon. En ben ik heel erg benieuwd of jullie verschil horen. En of ik zelf natuurlijk verschil hoor. Ik ben nu weer de audio aan het opnemen zonder dit microfoontje. Want ik heb de stekker eruit gehaald. Die heb ik hier in mijn handen. Dus ik ben heel erg benieuwd of je verschil hoort. En laat me eventjes weten welke audio jij mooier vindt. Ga ik door naar het volgende pakketje. En ook dat is weer een hoesje. Lijkt in eerste instantie gewoon een doorzichtig hoesje die jullie vast wel kennen. En ik gebruik zelf ook heel graag doorzichtig hoesjes. Zodat je gewoon nog alles van je telefoon kan zien. Maar wat heel erg bijzonder is aan deze is dat er een schuifklepje aan de voorkant zit. Maar dit schuifklepje die zorgt ervoor dat je zeg maar je flitser kan afsluiten. En mocht je flitser dan afgaan, dan geeft hij een bepaald licht. Ik heb de, volgens mij het paars hoesje gekozen, een beetje aan de kleur te zien. Maar je hebt hem ook nog in groen, roze, geel, misschien blauw, andere kleurtjes. En je hebt namelijk een functie op je iPhone dat als je telefoon afgaat, misschien heb je dat trouwens ook op Samsung, dat weet ik eigenlijk niet. Maar mocht je telefoon afgaan, dus dat je gebeld wordt, dan kan je instellen dat jouw flitser ook afgaat. Dus dat hij zeg maar aan en uit gaat. En dat zou heel erg leuk zijn met dit hoesje, want dat betekent dat je telefoon dus helemaal licht gaat geven wanneer je gebeld wordt. Ik moet eventjes snel op internet zoeken waar ik ook alweer deze melding wil aanzetten. Dat als je bijvoorbeeld gebeld wordt of als er iets anders is met je telefoon, dat hij gaat flitsen. Dan naar beneden scrolt. Dan staat hier een LED-flits bij een melding. En die kan je dan aanzetten. Dit staat trouwens onder het kopje horen. Dus mocht je bijvoorbeeld slechthorend zijn of iemand kennen die slechthorend is, dan is het ook wel misschien wel heel erg leuk om te doen. In combinatie dus met het hoesje die we zo meteen gaan uitproberen. Omdat je dan de flits nog wat meer, als het goed is, gaat opvallen. Dus ik ga nu eventjes Tara bellen. En dan ga ik haar even vragen of zij ons over ongeveer 5 minuutjes kan terugbellen. En dan denk ik dat we eventjes naar de wc gaan. Omdat dat het donkerste plekje is in mijn huis. Ik denk dat we dan het beste het lampje kunnen gaan zien. Hallo? Hallo, Tar. Zou je mij over 5 minuutjes eventjes kunnen bellen? Want ik ben even wat aan het uittesten voor de smartphone hoesjes. Is goed. Oké, bedankt. Doei. Doei. Oké. Ik ga hier zitten. Even kijken waar ik jullie kan neerzetten. Nooit gedacht dat ik hier een video op zou nemen. Deze past gelukkig wel op mijn telefoon. Dat is ook wel weer een fijne idee. Wat trouwens ook wel mooi aan dit hoesje is, is dat de hoekjes wat meer dikker zijn. Kijk, hier kan je het wel goed zien. De hoekjes zijn wat dikker, dus dat is wel extra bescherming voor je telefoon. Dus dat is wel heel erg nice. En hier aan de achterkant heb je dus het schuifje. Nu zit hij er niet voor, dus nu kan je gewoon de flitser gebruiken zoals je hem dus normaal wilt gebruiken. Het is wel heel erg fijn als je een keer een foto met slecht licht wil maken en gewoon de flitser normaal wil gebruiken. Maar wij gaan het schuifje ervoor doen, want dat zou ervoor moeten zorgen dat het hele hoesje gaat oplichten. Ik ben echt super benieuwd of het werkt, dus ik ga nu eventjes het lampje uitdoen, want dan is het volledig donker en dan gaan we even wachten tot Tara ons belt. Ik ben zo benieuwd of dit werkt. Lijkt me echt onwijs leuk. Ik heb de telefoon gewoon naar jullie gedraaid met de achterkant. Dus dat zou eigenlijk de plek moeten zijn dat je me het beste kan zien. En dan draai ik hem zo meteen ook nog eventjes om naar deze kant. Wow! Kunnen jullie dit zien? Wow, het is echt een disco. Kijk. Hij wordt helemaal paars. Dat is echt super cool. En dit is dan de voorkant. Yeah! Het werkt gewoon. Daar! Nee, het werkte. Het was goed. Ik zat echt super lang te wachten op mijn wc in het donker. Nee, tof. Dankjewel. Thanks voor bellen. Het zag er echt super tof uit. Ik denk dat je wel heel benieuwd bent hoe het eruit komt te zien. Alright, ik ben weer van de wc afgekomen. En mijn eindoordeel over dit hoesje dat is dat hij echt super cool is. Ik vind deze echt... Het zag gewoon super gaaf uit. Hij was wel meer roze. Als ik had verwacht, maar nu weet ik niet zeker of ik de roze of de paars heb besteld. Weet je wel, misschien had ik wel gewoon de roze besteld. Maar lijkt het hoesje gewoon een beetje paars. Omdat het anders niet op roze uitkomt. Oh, ik ben echt totaal niet meer in beeld. Maar verder, hij ziet er ook echt super goed uit. Deze kwaliteit lijkt me echt heel erg fijn. Want het is gewoon een dikker gedeelte aan de zijkantjes, wat ik heel erg mooi vind. En het plastic schuifje lijkt in eerste instantie een beetje crappy.
Maar eigenlijk valt het gewoon super erg mee. Dus super leuk hoesje. En die kan je gewoon echt dagelijks om je telefoon heen dragen. Zonder dat die echt in de weg zit. Dus ook deze geeft weer een dikke duim omhoog. Nou, dat waren weer de smartphone gadgets van deze keer. En voordat je nu wegklikt op deze video, blijf vooral nog eventjes kijken. Want ik heb ook nog een hele leuke winactie voor jullie. Taal en ik hebben namelijk recentelijk de iPhone X gekocht. Wat betekent dat deze hoesjes niet passen om onze nieuwe telefoons. En daarom lijkt me heel erg leuk om deze aan jullie weg te geven. Mocht je een iPhone 6 of een 6 Plus hebben, dan pas je telefoon om deze hoesjes. En zou je het leuk vinden om deze te winnen, doe dan vooral mee aan de winactie. Voor de makkelijkheid ga ik de winactie eventjes laten verlopen via onze blog. Dus je hebt niet per se een social media of een Instagram account nodig. Ga gewoon eventjes naar onze blog endlessweekend.nl. En ik zet ook even een direct linkje in onze beschrijving. Daar zal ik ook eventjes alle voorwaarden neerzetten over wat je moet doen om kans te maken op dit hoesje. Op één van deze hoesjes. Want het lijkt me wel heel erg leuk om drie winnaars uit te kunnen kiezen. In plaats van eentje die bijvoorbeeld alle drie wint. Dus laat ook eventjes in de comment daarachter welk hoesje je zou willen winnen. Bijvoorbeeld deze met een tasje. Deze. Of bijvoorbeeld deze. Laat me dat eventjes weten. En dan ga ik gewoon uit die comments een winnaar kiezen. Of drie winnaars natuurlijk. En die zal één van deze hoesjes opgestuurd krijgen. Dus ja, mocht je dat leuk vinden, doe vooral eventjes mee aan de winactie. Uiteraard vind ik het natuurlijk wel heel erg leuk als je ook abonneert op ons YouTube kanaal. En dat was het verder. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer naar deze tweede smartphone gadgets van AliExpress te kijken. En mocht je nog andere gadgets of andere dingetjes op AliExpress of op Wish of op een of andere website vinden waarvan je iets hebt. Ik ben super benieuwd wat dat is en of het werkt. En misschien vinden Larissa en Taal het wel erg leuk om uit te proberen. Laat ons gewoon eventjes weten in de comments hier beneden. Ik ben benieuwd naar jullie gedachten. Laat me vooral even weten wat je ook van deze gadgets deze keer weer vond. Ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende. Doei!